Weet je wat nog het ergste is? Jij hebt die curseblok op mij gebruikt. Yes! Ja. En nu ga ik 1, 2 of 3 gooien. Even kijken. Oh, ja. Dat is simpel. Kaboom. Kaboom. Nazi. Die is met... Oh, nice. Okay, Sander, gooi 5. Of 6. Nou, nee, dank je. 9 vind ik... Ja, 9 vind ik wel goed, inderdaad. Jezus. Hey, sorry hoor, maar ik denk niet dat hij hier iets mee te maken heeft. Hij is al lang dood. Hij is al lang gekruisigd, gast. Ik denk niet dat hij hier nog druk mee bezig is. We trekken hem zonder moeite bij. Ja, dat merk ik. What the fuck? Deze mensen zijn helemaal lijp. Ze stemmen niet eens Jezus leef, what the fuck? Nee. Wow, yo. Wat een mooie mango. Heet dat een blok? Nee. Daar deed je alvast de lucky, man. Hut! Oh, dat was ik. Voor de mensen die dachten, huh, krijg ik nu een appje? Nee, dat was ik. Lucky you. Ik kan wel even kijken wat het is. Speciaal omdat jullie het geluidje horen, krijg je te weten wat er geappt wordt. Oh, het is niet interessant. Nee, dat zou ik ook zeggen. Het gaat over een rooster, dat ze zeggen van... Yo, tot 6:30, dat kan echt niet. Dat zijn echt gemene grappen van... School X. Sander nog een appie van zijn vriendin, het is uit. Ja. Jij denkt dat ik een vriendin heb? Wat een loser is dat ook, hè? Kijk, oh ja. Ik soms vergeet ik helemaal dat het practice is en dan ga ik allemaal mijn best lopen doen. Dat is helemaal niet nodig. Nee, ik vind deze wel leuk op zich. Alleen, ik lastig. Vind het ook echt een kut minigame. Huh? Ah, kut. Oh. Nee, net niet, denk ik. Nee, net buiten binnen. Yo, Piet. Sander, wil jij het niet aan ons uitleggen? Wat? Kijk eens even de foto. Ja. Ah, oh, pijnlijk. Sander, what the fuck doe je? Hey, echt, hè, D-Max. Ik heb dat niet bedacht, hè. Dat is deze game. Daar heb je een Milan. Graag gedaan. Ja. Ja. Ik zou vooral daarop inzoomen. Oh, ik had die mushroom moeten gebruiken. Dat had ik sowieso gehad. Nu had ik ja, het niet volgens mij kom je nou gewoon weer op dit pad naar beneden, of niet? Nee, dat is verder. Dan moet ik minimaal 8 gooien, denk ik. Ja, 7 of 8. Sander, wil je weer content? Ja, sure, altijd. Content is altijd goeie. Kom, ben je content. Heeft niet content. Oh, inderdaad, 7 is het trouwens. Yo! Kut. Ah, ik hoop de kut in half. Maar. Nou, ik ook wel van hele kutjes. Maar. Baldo's zijn ook niet verkeerd, weet je? Als je dan. Nou, dan kan ik echt bewaren. Als je geen seks hebt, dan moet je voor de drugs en rock'n'roll gaan, toch? Nee, jij doet geen van beide. De rock'n'roll wel, oh. Hey. Oeh. Daar ga ik wel hard op hoor, maar. Dus jij wordt gerokt en rock'n'roll. Ja, sowieso. Elvis is mijn boy. Nou, hoe condoleer je? Daar leef ik voor. Nee, dit vind ik heel kut. Stein. Ik vind het nu al kut en ben al niet eens gekozen. Maar... je vraagt al, wil je content, maar... Ja. Dit is content. Wat wil je me geven dan? Wat zo content is? Twitch werkt niet mee. Oh. Nee! Ja! Oh. Oké, het maakt niet zo heel veel uit. Verhouding niet zo heel veel uit, nee. Ik heb extra munten. Alleen ja, dat is wel echt zuur voor mij. Munten. Ja. Oh.
Werken de dingetjes niet? De... Oh, dat is niks veranderd. De redeem dingetjes? Inderdaad. Kom maar even testen. Werkt het niet? Echt kut weer dit. Ja, oké, hij werkt wel. Dus als het goed is hoor je hem gewoon te krijgen. Oh, nu heb ik geen geld om, een, om zo'n pijp te kopen. Ja, trouwens wel. Dat, zat hij er al in? Ah, nee. Nee. Die zit denk ik die niet in deze... Misschien later. Drie dubbel blok. Ja, waarschijnlijk de laatste vijf turns of zo. Drie dubbel dubbel blok. Ik heb echt golden pipes. Echt verschrikkelijk. Ze zijn wel nice alleen. Ja, nu komen we meteen achter van... Wordt mijn vraag beantwoord? Is er één zaad? Ja. Zijn er vier zaden? Nou, hij wordt in ieder geval niet goedkoper. Nee, nee, gewoon... dat... nee maar dat is ook... Eén zaad. Ja, oftewel, je ja. Hij heeft Bowser, hij gaat naar Bowser. Bowser. Ik denk op zich wel dat het korter is trouwens. Alleen je hebt het is ook kort, meer alleen. Kans zit... op ongeluk. Ja, er zit daar heel veel onzin, zeg maar. Er zitten echt drie rode vakjes naast elkaar, wou ik zeggen. En... Ik ben in één beurt 70 coins kwijtgeraakt. Of 65 coins kwijtgeraakt. Dit helpt dan ook niet mee. Nee. Het werkt niet meer bij jou. Oh. Oh, de alleen de nanny of de rest ook niet? Oké, okay, zo. Doe zo'n ding, oh. Denk je. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Kijk, bij nanny klopt het, want je kunt hem één keer in de zoveel tijd kan die geredeemd worden. Auw. Nee. Ja. Ik ben hier zo slecht in, hè. Schaal van 1 tot 10 ben ik hier slecht in. Volgens mij is het niet te doen als je met z'n drieën bent. Alhoewel. Alhoewel. Nee. Bob. Jordi. Wacht, wie heeft er gewonnen? Zie! Ze werken allemaal niet. Ja, dan weet ik het. De grote T was over. Ja. Yeah. Dat was zo'n poto-finish. Ja. Maar volgens mij, als je één keer wordt geraakt in deze, ben je eigenlijk al klaar. Ja. Ja, dan heb je bijna niet genoeg tijd meer. Nee. Echt bullshit. Nee, ook weer goed. Maar dan moet je eigenlijk in één rechte streep door, maar ja, dat gebeurt vaak niet. Ja. Aan de paddo, Sanne. Ja, dat moet ook. Hij moet ook. Aan het leven. Dat moet ook, jong. Ja, oké. Als de dokter zegt dat het goed voor je is. Gewoon maar doen. Precies. Worp, klok. Sander, schiet even op alsjeblieft. Ja, ik zit te twijfelen, sorry. Worp, klok. Oh, ik heb nog 20 coins, oké. Lord. Nou, de andere 10 moet je nu bij Goomba betalen. Ja, maar dat geeft niet. Ja, dat was, misschien was het beter om extra geld hier te geven. Want dan heb je niet genoeg geld voor de loterij. Oh, ja. Fuck is meteen ja, de gewoon eerste blok. Beste. Kijk, ja, maar stel ik kom nu bij Bowser. Dan kan hij geen geld van me afnemen in ieder geval. Kut. Dat had ik niet moeten zeggen. Misschien ja, dat hij dan een ster maar... van je afneemt. Oh wee, als hij dat doet, hè. Bowser. Oh. Ja! Wasting my time, yes. Oh, en nog een lucky space. Nou, dat heb ik ook wel verdiend, hoor. Maar... Kaboom! Ja, zeker kaboom. Oh, die volgen mijn chatgenoten niet. Of mijn Discord-genoten. Here we go. Iemand heeft een kaboom geredeemd. Met kanaalpunten. There it is. Dubbele. Ik hey, had ik geen coins heb gekregen van de Lucky. 1-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 1
Nee, dan staat... Milan staat weer eerst hoor. Het is echt altijd hetzelfde liedje. Nee, met 16 munten. Waarom moet al dat laatste echt zo... leuk. Milan, ik hoop dat je op een Bowser-vakje komt. Wow, wat een haat opeens. Ja. Jij staat helemaal zielig te doen met... Oh nee, ik ga zo slecht. Ja, kijk nou, nu, hè.
Ik heb zo weinig gegooid, dat is niet normaal. Ja, maar eerste, je hebt wel gewoon 3 sterren. Ja, dus. Je bent goed of je bent het niet, Sander. Dat is niet skills. Oh nee, tuurlijk niet. Nee, vind ik niet. Ik hoop dat je een ster verliest. Straks op de pauze, fucky. Eerst een lucky. Ik denk dat ik er nog een ster bij krijg. Wil je net zien, heeft hij weer coins in half? Double dice, oké. Minigame, ah, die ken ik, dat vind ik leuk. Oké, deze moet ik wel even winnen, boys. Dus als jullie nou even willen verliezen. Als je niet kan, niet lief. Hoor die komen? Deze. Welke is dit? Bijen. Oh ja. Deze is zo kut. Die moet je echt geluk hebben. Deze heb ik 1 keer gehad en ik vind hem niet leuk. Ik vind hem wel leuk, hou spanning erin. Ja, maar het is gewoon echt puur... Nou ja, het is niet puur geluk, maar het is wel grotendeels geluk. Okay. Oh man. Je bent echt een anuslikker, ben je. Dank jullie. Oh, ja, tuurlijk. Als hij 2 had... Oh, Sander, jezus. Ja, dat je nu pas in de gaten. Boom. 2 in de pot. Dit is wel een langdurende minigame overigens. Ja, klopt. Boeien. Deze moet je niet 3 of 4 keer hebben in een board. Zoals mijn Discord. Waarom heb ik alles op gewoon storen staan? Dat moet je nooit doen. Ah, oh, fuck. Ja. Hier kan ik niks tegen doen. Doe je de ballen. En laat ze niet vallen. Sorry. Als ze dat fruit nou maar eens lieten vallen. Nou, bij mij vallen alleen de honeycombs. Want ze haten mij. Jee. Ook eens even... Goed gespeeld, Jordi. Ah. Oh, eventjes. Ja, maakt niet uit wat je idee. Deze had je sowieso verloren. Je kon hem niet meer winnen. Ja. Het is gewoon, als de tweede persoon eruit is, moet je gewoon kijken hoeveel zijn er nog over en dan kom ik op het cijfer uit. Ja, klopt. Ik denk ook dat het bij deze best wel gunstig is om vooral... te zijn, ja. Ja. Ja, en maar eentje te gooien. Behalve als je kunt tellen. Ja. Maar. Heb je het ooit geleerd? Nee. Ik doe niet aan tellen, gast. Dat is voor losers. Nee, grapje. Ah! Wat een naaie streek is het weer. Meneer heeft niet eens die dubbelblokken nodig. Nee, goed, dat is team. Nog het ergste eigenlijk. Ja. Peach, let's go. Maar, alle Bowser dingen zijn er wel uit. Heb je wel genoeg daarvoor? A6. Ja, ja, precies. Ik dacht even, wat? Fuck, waarom gaat hij voor 5? Je moet 6 voor de ster. 6 voor de ster en 10 komt ook niet. Ja, misschien wil hij wel iets anders kijken. Misschien wil hij daarna ook nog op een leuk vakje komen en is hij dat aan het zoeken. Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, maar ik snap even niet, waarom kijk je nou op die map? Want je weet toch waar iedereen staat. Ja. Sorry, ja, dat is... Ja, maar ik hoop dat als ik die doe, dat kan ook wel. Ja, dat je niet ineens op een boze vakje komt. Dat ik dat ook met Myra, dat zij iedere keer op de map keek wanneer haar beurt was. Dat ik echt zo van, je weet waar iedereen is. Zo'n grote map was het niet. Ja, nee, maar... sorry, ik ben dat een beetje aan het memen, want dat is leuk. Ja. Ik kan in een ingewikkelde map kan ik het begrijpen van bijvoorbeeld Woods, van welke richting staat alles op. Maar
Nee, voor de rest van die hele stream, elke keer als iemand op een mapje keek, zei ik... Ja, maar je weet toch waar iedereen staat? Ik vond het wel zich wel een grappige opmerking. Monies! Yo, Luigi? Oh, ja. Ik was Bowser. Dit kan een hele blok zijn. Volgens mij is hier nog niemand geland. Nee. Dat is over het algemeen nog niemand geweest. Game for PM. Yo, deze moet winnen. Hammer drop. The final countdown. Oh, je moet gaan. Geef niet. Weet je? Volgende keer beter. Vond ik een leuk gesponnen dag. Ja, dat was mijn tactiek ook. Ik vond het ook niet meer leuk. Thanks. Deze minigame is wel leuk. Uit welke game komt deze? 7. Deze ken ik namelijk ook niet. Uit 7. Oh, uit 7 komt deze. Ah. Fuck. Ik kon niet zeggen dat ze heel veel doen, man. Ik zag gewoon een opvang. Doe even normaal, gast. Doe even normaal. Deze man haat me. Yo. Yo, kun je dood? Dit is van die Fall Guys game. Hé, je bent wel dood. Ik heb wel mijn zin. Hé, tot de volgende keer, Jurre. Fall Guys. Ja, gelijk spel. Fall Guys, wat? Fall Guys is wel funny om te kijken. Een funny joke. Ah, ik vind Fall Guys wel grappig, hoor. Fall Guys. Als dat Switch komt, ga ik het weer spelen. Nou, kijk, even Fall Guys, €20 vind ik gewoon duur. Voor zo'n als het free to play wordt, dan ga je dan wel spelen? Als, ja, zeker. Dan had ik het wel gedaan, maar... Nee, dan win ik alleen nooit. Ik heb Fall Guys gespeeld, maar... Het was meer... Dat toen die uitkwam, had ik zoiets van... Als die 10, 5 euro was, had ik hem sowieso wel gehaald, maar... Ja, maar misschien dat hij free to play wordt. Oh, echt? Ja, want Epic Games heeft het ook gekocht. Ah. Nice. Dat is altijd goed, free. Ja, Epic is... Echt een Nederlander, hè? Ja, sorry, kan ik ook niks aan doen. Zit in mijn bloed, zit in mijn genen, zit in mijn... Lekker gratis. Oké, wat gebeurt er nu? Want de Bowser staat dus eruit. Nee, dan is hij weer gereset. Nee, dan is hij weer gereset, hoor. Ik hoop. Iets. We gaan kijken. Bowser. Godzijdank. Wat een mooie bloem. Dit is Munty. Waarom haal ik Munty en Jordi steeds door? Elkaar. Dat is allebei in logisch. Ja, omdat, nou, ook omdat ik vaak Peach speel in sommige andere games, dus. Ah, zoals dat... bij Mario 3D Wereld. Die natuurlijk Sander kijkt. Ja, dat is ik. Daarom is die verwarring natuurlijk er ook. Dat is niet antwoord op mijn vraag, Sander. Wat? Ik vroeg van, natuurlijk kijkt Sander die ook, hè, de Super Mario 3D Wereld. Ja, tuurlijk kijk ik die. Daarom wist ik ook dat jij Peach was en was ik dus zo verward. Okay. Ik was de game dus aan het speedrunnen, Ja, die game is op zich wel te speedrunnen in je eentje. Te vier is niet te doen. Bowser kan nu gewoon 20 coins van je nakken, hè? Ik heb wel ook 3 keer dat is mijn gebeurd. Met 3D World. Estimus. What the fuck? Nice. Ik bedoel, het valt nog mee. Heel ziek. Het valt nog mee, Milan. Yo, Milan, die had je ook voor 3 coins in de shop kunnen kopen, hè? Nee. Nee, maar als je de volgende minigame wint, heb je alsnog genoeg. Ja, zo. Het had 20 kunnen zijn, dan had je niet genoeg gehad. Ja, maar ze coins 2 munten. 2 keer munten, dus sowieso heb je genoeg. Coins keer 2. 2 keer munten. Nee. Castaway! Sowieso. Ja, nu. Ja. Ik weet niet welke. Oh, nee, deze is echt kut. Absoluut een goede te pakken met deze. Ik snap niet hoe deze werkt, nog steeds. Ja, nee. Maar dit is wel kut. Ta 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 ta. Maar hoe gooi je kort dan? Ik kan betalen. Hoe werkt deze game?
geen idee. Dit is echt een K-minigame. Heel ziek. Je moet echt... Plus 10. Dat is wel chill. Kan je überhaupt iets vastgrijpen in deze? Oh, geluk hebben, volgens mij. Oh! Heel ziek. Yes, eindelijk. Eindelijk geld. Als ze dus echt ook zo makkelijk ging, was ik gewoon die vrij geweest. Oh. Ja, tenminste wat. 3 seconden. Ja, yes. Ah, shit, Mina kan hem ook kopen. Oh, shit. De eerste keer had ik hier echt 0 coins, hè? Ja, vind ik heel toen goed. Ik niet deed. Het is een blijft een rare minigame, deze. Ja. Mario Party 1, hè? Ja. Ja. Ja, ik heb nooit gespeeld, maar ik bedoel... Alle Mario Party 1, let op je handpalm. Ja. Ja, maar je krijgt ook niet echt zin om Mario Party 1 te spelen als je die minigame speelt. Nee. Ik vind die jump rope wel leuk. Nee, maar ik bedoel, je kunt gewoon merken dat Mario Party 1 is, want die minigames zijn gewoon niet zo leuk. En later hebben ze dat verbeterd. Die Goomba is geen objectieve correspondent. Sla aan die boel. Nou, die Goomba kan dus ook nummer 2 noemen, hè? Nee, kijk, Warblock. Warblock. Ik zal alleen niet gebruiken momenteel, Teun. Het kan wel, dan... Ik weet niet hoe ver jij ervoor staat. Als je nou even... Ik zou zeggen, Milan wacht er heel voor mij. Wat heb jij tegen mij, Sander? Jij staat gewoon voor, gast. Jij staat hier als eerste. Ik weet niet wat je denkt. Jij staat tweede. Snap het dan, Milan. Sander is een slechte verliezer. Oh, hij zit een blok, natuurlijk. Er zit een ster in. Al met zijn shiny luck. Nooit. Oh. One. Ik heb niet zoveel geluk gehad. Hoezo denk je dat ik geluk heb? Ik heb omdat je 2 shinies in 2 minuten krijgt, Sander. Dat is niet waar. In 2 minuten kun je amper 5 shinies krijgen, joh. Oké, dat is niet waar. Maar amper 10. Oh, wordt Munty nou weer genaaid? Ja. ik heb het echt met je te doen. Oh nee, dit is gewoon met netwerk. Oh, dat is die van zichzelf. Het is die van zichzelf. Ja, vooralsnog. Never mind. Nou, Munty gun ik het wel. Nog een ster. Misschien nog wel 2 zelfs. Ik denk nog wel 4, maar... Ik ben gewoon een goede bui vandaag, Milan. Huh? Dat is best wel te werken. Nou, ik deed heel aardig met Munty, volgens mij. Volgens mij heb ik nog niks gemeens tegen Munty gedaan. Gewoon 3 dubbelblok, gewoon vol in gaan, Milan. Zoveel butten zijn niet meer, dus gebruik ik alle items maar gewoon direct. Trio, trio, trio! Oh ja. Kijk, 2. Dat is wel een goeie. 10. 6. 8. En 1. Close enough. Ja, maar maakt toch niet uit, ik kan hem toch kopen. Yo, wil je het kopen? Oh nee. Nee, dat zou cool zijn. Dat zou echt naaiend zijn. Yeah, oh, Luigi is blij. Fuck. Dat heel kan ziek. Niet. Die komt pipe. War pipe. Nee. Ja, op zich wel slim. Alleen ik sta achter hem, dus... Ik denk waarschijnlijk dat er geen warpipe in deze zit, omdat de map niet zo heel groot is. En omdat hij altijd op dezelfde plek is, ik denk dat dat daarom ook is. Maar ik vind het persoonlijk een van mijn favoriete maps of zo. Ik ook, dit is mijn favoriete map. Het is een hele simpele. Het is op zich een hele simpele map, ja. Nou ja, hij is. Ik vind die Woody Woods eigenlijk ook wel leuk. Ja, die is wel oké ook, ja. De Woody Woods vind ik ook wel prima, maar die vind ik gewoon zo frustrerend. Ik vind deze. Op zich, hier is niks mis mee, zeg maar. Alleen, ja. Ik vind die Woody Woods gewoon leuker. Ik vind deze niet leuker, ik vind deze leuker dan Woody Woods. Ja, ik niet. Ik weet niet. Spaceland vind ik ook hartstikke leuk. Nee, Spaceland vind ik helemaal niet leuk. Oh, hier ben ik zo slecht. Deze is zo kut. Ik sta de besturing nooit. Dit is, nee, je bent altijd te laat. Dit is van die Squid Game, toch? Dit is van die Squid Games, die heb ik gezien. Teun. Dat is wel het focus. En een Mariah Koekoek, zoals ze dat zeggen in het Engels.
Hoe de fuck moet je dit doen? Ja! Joh, ah joh, rot erop, kut chain jump, zo. En wat een boel. Dit is gewoon letterlijk Squid Game inderdaad. Oh, je moet ook nog terug? Ja. Haha, loser. Nee, grapje. Ik hou wel van je hoor, Milan. Ja, fuck it. Zie! Maar gewoon terug. Ja, Milan heeft nu sowieso gewonnen, toch? Nee, nee. Wat een onzin. Wat goed is. Heeft nu gewoon niemand gewonnen? Nee. Van team. Wauw. Ik haat deze minigame. Ja. Er is echt niks leuks aan deze minigame. True. Nothing of failure was gained or lost. Dat bord ziet er zo raar uit als er niks gebeurt. Ja. Mijn brein zegt zo, er moet nu iets gebeuren en dan gebeurt er gewoon niks, ja. Wat gaat er gebeuren? Jij gaat naar Bowser toe. Nou, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel, mijn geluk kennende. Met Shines heb ik ook altijd al zoveel ongeluk, namelijk. Oh, hoe hou je... Oh, zo leuk dit. Waarom doe je nog projecten met Sander Milan? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Omdat het zo tyfus lang duurt. Daarom doe ik dat. Kut! Ja. Nee, ik wil die curse. Nou ja, boeien. Sander, we moeten echt iets doen in jouw paddenverslaving. We maken ons zorgen om je. Nou, dat hoeft niet. Nou, doen we wel. Nou, dat hoeft niet. 50-50. Is hem. Haha, kijk toch, het is hem. It's your girl Bowser. Ga lekker naar je vriendin toe, Sander. Veel plezier. Haha, alsof ik er een heb. Haha, oh, je bent zo funny. Bowser is toch je vriendin? Nee. Ja. Heb je steeds zoveel tijd met hem? Nee. Bowser. Dat is wel goed, echt. Komt hij nu niet weer op zo'n chance? Stein. Yo, cursed ice, die wilde ik ook. Alleen nu betaal ik er tyfus veel geld voor, nice. Ja, die kon je ook voor 3 coins kopen in de shop, wist je dat? Oh, had ik dat nu maar geweten. Oh, hey. Shit. Chippies. Helaas pindakaas. Peanut butter. Het zou nog mooi zijn volgens de kost dan de helft. Ah, oh, had ik op zich wel grappig gevonden. Ja, wat doe je weg? Ja, ik zat er voor de double dice. Maar ik ging toch voor de double dice in plaats van de double dice. Ja, gewoon je items blijven gebruiken. Zijn. Nee, ik zou eerst... ik zou pas de ene laatste of laatste beurt warblock gebruiken. Ik ben nou gekomen tenminste met je dubbelblok. Ik heb nou te helpen? 4, ja, okay. Mag ik hem helpen? Ja, voor mij wel hoor, maar... Ik vroeg alleen of dat zo was. Hé, hey, Milan! Dat is jouw nummer! Yeah. Ik zou de patent op aanvragen, ik gast. Ik wil echt niet gelijk naar deze game gewoon. Ik word niet gelijk naar jullie, maar door de game, toch? Ja. Yep. Wij helpen je wel graag. Ja. Dit is toch ook niet te geloven? Oh, mijn god. Jordi, zet dat je godverdomme je hekst uit. Nee. Ook nee zeggen. Nee, dat doe ik niet. Als hij anders heb ik helemaal geen sterren, dit is mijn idee. Nee, allemaal dat je MariaParty.com hack gebruikt. .eu.com is verwijderd. Oh, oké. Okay. Nee, maar dan weten we dat. Ik zat er voor mijn brief schrijven. Niet meer met Jordi samenwerken. Nee, goeie. Ik ook niet meer met jou, want jij vies je footage. Wat? Verlies je footage, dus ik doe het ook niet meer met jou. Heb ik ooit footage verloren? Ja, de Chrome Dino. Oh ja, klopt. Ja, dat is het enige potje wat te spelen, nee. Paddy. Nee, maar dat was echt heel kut. Want... Ik ga straks naar beneden. Ja. Ik wilde hem downloaden. Alleen schijnbaar op die site waarop... Het was die maar 2 dagen beschikbaar. En ik ben een andere site gewend. Waar die echt gewoon een maand beschikbaar is. Smoesjes. Dus, nou... Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is wel een smoesje, alleen... Ja, dat is wel gewoon hoe het gegaan is. Dat vaker voorgekomen, weet ik niet gek. Tussen ons niet, nee. Ja.
Oh, Burdo mag serieus? Voor maar één coin? Die kost alleen maar tijd. Nothing of value was lost. Wat zonde. Yo, winner takes all. All, hè? Besef even. Winner takes all. Heel veel. Jij weet hoe ik troll straks wat je moet doen, ja? Ik troll op de juiste momenten en ik troll op de verkeerde momenten. Ja, je kunt hem ook nu gewoon zeggen dat hij op A moet drukken om te jumpen. Hij snapt. Yo, dit kost echt alleen maar tijd, weet je dat? Echt heel spannend dit. Super. Maar ook omdat er hangt hier zoveel van af. Ja, dat is echt zo zonde. Kom op Milan. Waarom ben ik ineens voor Milan eigenlijk? Nou, ja, boeien. Kom op Jordi, je kan het. Kom op Milan, je kunt het. Kom op Jordi, je kan het. Maar dit is ook echt geen leuke minigame gewoon. Nee? Hoezo niet? Omdat je gaat verliezen? Ben je zo poesie woesie? Gaat verliezen, ja? Huh? Let's go. Gaat wel verliezen. Jee, twee coins. Twee coins, what the fuck. Ik dacht dat ik deze battle had gewonnen. Nee, je twee coins. Twee coins, bro. Hey, Luigi. Hey, ook hier. Nee. Warblock. Warblock mag gelukkig niet. Dan zou ik echt boos worden als hij dan precies weer warpt met mij, want dat is altijd zo, want ik heb altijd ongeluk. Dit is volgens mij echt kut. Volgens mij is dit precies waarom ik een dubbele gebruikte. Ja. Ja, voor mij land je nu precies op die, ja. Ja. Thanks. Hey, maar je krijgt 10 coins, gast. Wees blij. En die zijn getting... Dat had ik wel even nodig. Ja. Is dit een ster? Ja, yes! Dat is een equalizer. Ja, en grote. Daarom gebruikte ik het dubbelblok, omdat ik er voorbij wou. Maar dan kreeg ik die onzin weer dat je één hoort. Oh, yeah. Misschien een warblok beter, ja. Ik ben zo blij nu. Dat je zo wil winnen, Sander. Ik zeg niet dat ik zo wil winnen. Maar je bent toch blij? Als het gebeurt, ben ik wel blij. Ja, tuurlijk. Ik ben heel blij. Ik kan niks doen. Oh, deze. Oké. Okay. Deze is ook zo kut met z'n drieën. Deze is volgens mij niet eens te winnen. Oh. Deze is met Walva niet te winnen, maar als je de bal hebt. Deze is wel te winnen, joh. Deze is met z'n drieën echt wel heel lastig. Makkelijk. Nou, moeilijk man. Makkelijk, ja. Heel moeilijk. Lastig met z'n drieën echt niet te doen, gewoon. Teun carried ons. Ja, het is wel wat Teun allemaal, anders was hij gewoon unbeatable. I'm unbeatable. Oké, wisten jullie trouwens dat de Battle Frontier in seizoen 8 al begint? Van Pokémon? Oh. Ja, heel erg. Lekker voor je, Sander. Doe ik. Lekker voor je. Hij zit niet op te letten. Hij heeft dubbel. Oh, krijg je deze onzin. Oh, mijn god. Joost. Nee, ik stop hoor. Ik stop. Hey. Ik ga nooit meer iets met Sander spelen. Dat is echt zo'n fucking bullshit. Alexander Ben uit de chat. Het ergste is nog, we zijn om 1800 bezig en niemand is er ooit op geland. Almi. Jawel, hij is net al een keer gepakt hè. Met munten. Okay. Ja, ik heb net ook al een lucky book gehad. Maar dan mag ik wel een keer. Ik mag ook wel een keer gelukkig hebben. Op die locatie bedoel ik. Nee, dat deed ik ook expres niet met dubbelblok, want ik denk, ja, ik wil toch gewoon niet lucky block, weet je wel. Ja, ik denk. Maar lucky block is toch heel willekeurig, of? Ja. Nee, die hidden block, zeg maar, die zit op één blauwe tegel. En als je die hebt, zeg maar, dan gaat die naar een andere random blauwe tegel. Ja, ik zal het. Dat is net als... Go! Oh. Mario Party, als ik echt een lucht van de vrouw die moest naar iets spits wijzen en dan krijg ik pas een ster. Dat is nu geen hele keur voor, had je zo'n soort van rap. Warblok, oh ja, als je warp met mij. Please niet. Yes! Oh, okay. Ah, dat is echt kut. Nou, vind ik niet. Acht ruimtes opgeschoten, maar oké.
I'm unbeatable. Pokémon. Digimon. Ik moet echt erbij. Wauw, ook nog eens de kutste van allemaal. Ja, maar Mia, die kun je ook gewoon op anderen inzetten, hè? Je kunt ook gewoon zeggen, hé, Sander, hier, neem een Cursed Icebox en dan doet ze van, nee. Ja, kan je dan opeens nul gooien? Nee. Dat bedoel ik. Ja, je kan er van iemand. Oh, hier ben ik ook slecht in eigenlijk, maar dat boeit niet. Dit gaat letterlijk weer een Squid Game bezig. Teun. Is dit ook Squid Game? Ik heb Squid Game niet gezien, maar what the fuck? Dit zit niet in Squid Game. Nee. Oh, dat stond hij. Ik vind het kut als hij zo'n flash gaat doen. Oeh. Ik heb hem met een hop aan kut. Milan, wat doe je? Ah, dat vind ik zielig voor Milan. Milan heeft al zoveel pech. Je hebt Milan. Ah, shit. Wat doe je, Jordi? Ik had hem nog ingehouden. Oh. Oh, ingehouden? Ik zit hem nog. Ah. Ik zit hem nog van de vorige keer. Ah. Ik kon hem niet eens aanpassen. Munty, doe even links. Nee, doe even. Doe even links. Oh, dat doe je ook. Shit. Nee. Zo van rechts. Maar deze kan toch oneindig lang door. Ah nee! Dank u. Yes! Auw! Auw! Ik wou zeggen, deze kan toch heel lang doorgaan. Nou, dat viel wel mee. Ik heb deze leuke keer die gewonnen heb. Ik vind het gewoon echt kut dat Sander nu nog een ster kan kopen. Yo, misgunnen hè? Misgunnen. Deed hij gisteren ook al toen ik 2 shinies op 1 dag kreeg. What the fuck? Ja, na elf eitjes weer heen. Dat slaat toch nergens op? Ja, kom op, Sander. Ik wil tenminste hier voorwerken. Kom op. Cursed double block. Kom op. Cursed block. Ja, zo. Gelijk. Oh shit, ik had eerst even moeten kijken. Oh, dat kan nog. Oh, heel ziek. Wie staat er dicht in de buurt? Kaat jullie. Het ergste is nog, is dat Jordi zegt dat om mij te naaien, zeg maar. Ja, om jou te naaien. Jij komt er sowieso. Komt er sowieso nog. Ja, want je hebt nog een turn, hè? Ja, dat weet ik wel, maar dus zal je net zien dat ik geld kwijtraak of zo. Je hebt... Oh ja, je hebt 23, oké, ja. Nieuwe game mechanic, random meteoriet die uit de lucht komt vallen. En om Milan nee, maar je kan gewoon, iemand kan gewoon op een versus space komen, of iemand kan op mij komen en dan muntjes battelen. Flipperkast? Teun is een warblock. Flipperkast? Oh en ja, Teun heeft een warblock, dat bedoel ik. Please. Ja, dat kan, please. Nu maakt het niet zoveel uit. Ah, ja. Dat gaat gewoon doen. Ja, maar voor Teun is het wel gunstig. Serieus. Weet je wat nog het ergste is? Als ik daar nu weer stond. Weet je wat nog het ergste is? Jij hebt die curseblok op mij gebruikt. Nee! Ja. En nu ga ik 1, 2 of 3 gooien. Als ik 1 of 2 gooi, ben ik weer de ster kwijt. Maar wie krijgt hem? Birdo. Oh, kut. Dan moet je 3 gooien. Jordi heeft jullie gewoon bespeeld, hè? Bedenk dat even. Als een viool. Een hele mooie viool. Yo, I do not like violen. Ja, jammer dan. Ik ben meer zo'n gitaarmannetje. We moeten echt de volgende keer gewoon dat je niet met elkaars turn mag bemoeien. Ja, voortaan wel. Ja, maar ik deed het eigenlijk puur zodat jij die ster niet zou krijgen. Nee, dat weet ik, maar dat is alleen omdat Jordi zei dat je je cursed blok moest gebruiken. Hetzelfde geldt voor Teun, die alleen zijn warblok gebruikt omdat Jordi zegt dat je zijn warblok moet gebruiken. Nou, dat weet ik niet of dat... Maar ik kan het om EP3's te maken, ja. Sorry. Ik had het toch al van plan, dus... Ja, daarom. Ik denk dat van Teun niet zoveel uitmaakte. Dat denk ik dus ook. Dat heb je nooit eerder gezien. Nee, ik wel. Dit ding gaat... Ja, ik ben hier ook niet goed in. Ik doe wat dat is. Hier, dat bedoel ik. Ja. GG, Milan. Ik gun het je. Hij heeft een minigame stars. Ja, daar heb ik toch niks aan. Ik sta zo ver achter Sander dat ik niet meer kan winnen.
Nou, je kan nog van mij winnen. Vet. Ja, maar dan maakt dat. Tweede of derde, dat is gewoon niet interessant, zeg maar. Doneer dan de sterren van mij, dan ben ik wel. Maar voor mij is een flex, want ik ben de laatste wedstrijd wat je vierde geëindigd. Dus voor mij is daar nog in de stap. Ja, op zich maakt het niet zo veel uit. Want ik heb die vorige twee potjes geëindigd, maar ik heb van KS verloren, omdat ik al zoveel pech had. Kut, sorry. Oh. Hij roller. Ja, ook laatste beurt is langs hem kopen. Hoe unlucky kun je zijn? Nee, gaat niet. Hij bent nu ook al een beetje aan het kutten. Hé, hey, maar Milan, kun je nu nog wel komen bij de ster, of? Jawel, maar ik zal alweer 3 gooien. Ja, niet zo negatief. Dan gaat het ook nooit gebeuren, hè? Ik snap wel je vierde staat, gast. Als je zo negatief loopt te doen, zou ik als spel ook zeggen, yo. Hey. Oh, dit nog. Oh, wacht even. Ik kan alleen munten zetten, geen sterren. Kun je alleen maar munten in deze... Ja. Oh, wat lame. Kom op, doe wel iets dat de moeite waard is. Oh. 30, oké, dan ga ik wel. Nothing of value was lost. Als hij ook 1 had gedaan, had ik gewoon expres verloren. Nou. Ik wou iemand niet een beetje misgaan. Oké. Oh, deze. Dit is wel gaaf. Dit is met de winst. Oh ja, sorry. Oké, ik ken deze niet, dus ik weet niet hoe deze moet, maar... Dit is wel gaaf. Ik haat zo. Oh, wat? Oh, omdat je op zijn kop zit. Oh, dat. Mijn brein kan dit niet. Op het algemeen nog niet heel veel, dus. Nee, dat is waar, maar. Het is niet te veel gevraagd, wie dat zegt. Kut. Hij gaat ten winnen. Jij staat voor. Jij staat voor. Ik ben oh, ja, voor. Okay. Ah, nu wordt het wel spannend. Oh, fuck! Wie wordt geraakt? Wat? Trainer deze gewonnen. Ja, dat zeg ik toch? Ah, kijk eens waar je stond, man. Ik dacht eventjes dat je die 5 puntjes gewoon vol moest hebben. Dus ik had toen eigenlijk al een beetje... Dacht ik, yes, ik heb hem. Maar... Mooi. Ja. Ik kon al zonder seconden zo pakken, maar zo ben ik ook weer niet. Had wel gemogen hoor. Dat is het spel. De enige die jou niet de ster kan pakken ben ik, want ik rol nooit een 18 met deze dubbel. Jawel, denk wel. Yo, ik zou betalen. 30. Ja, ik zou ook betalen. 30? Large? Je betaalt ook nog gewoon 5. Hoezo dat? Finstar. Ah. Oh, die event star werkt niet als je het weigert? Geen idee. Wauw, Kalin. Nog een ster? Nee. Doe even large. Nee, dat gun ik Milan niet. Ah, laatste minigame, jongens. Ja, ik kan niet meer winnen. Hoor die salt, jongen. Echt. Nee, maar ik kan niet meer winnen. Ja, je kan nog wel winnen. Als je je kan niet meer winnen. Nee, je kunt nog wel tweede worden. Met 2 sterren. Hé, hey, dat is wel leuk. Deze manier. Als deze zon. Ik ben hier echt slecht in. Denk je me zo dus, Milan, GG. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Ik heb hem nog niet met deze controller gespeeld. Dus ik weet niet hoe deze reageert. Oh. Oké. Ik ben heel blij dat ik het op een pro-controller noemt en in een Joy-Con drift. Oh, maakt dat verschil? Nou ja, maar deze is wel heel anders dan op de GameCube hoor, qua hoe die voelt met de controller. Oh. Ja. Veel glijderiger, zeg maar. En driftende controller is heel kut. Ja. Ja, ik speel gewoon met Joy-Con. Joy-Con, zeg maar. Ja, voor deze heb ik hem gewoon gehaald. Ja.
Ik vond die pro-controllers echt nog wel heel duur eigenlijk. Ja, die zijn ook wel prijzig. Kijk, als ze... Als ze nou 40 of 50 waren, dan had ik nog wel... Oké. Ik weet niet. Maar... Iedereen heeft aardig wat blokken gebruikt, hè? Nou, ik ben het niet. Teun en ik waren dit sowieso niet. Dinges gaat winnen. Jordi. Hey. Oh, ook nog niet eens. Als een vakje. Niemand. Niemand? Ja, dat zeg ik. Dus wat is voor de kutster Jordi dan? Heeft gewonnen. Jordi heeft gewonnen. Best manipulated birdo, let's go. Wat echt balen. Als ik die minigame had gewonnen... Ja, ik bespreek iedereen als een viool en ik win. Gefeliciteerd, Jordi. Milan is helemaal blij dat ik het in ieder geval niet ben, volgens mij. Ja, ik vond me ook heel blij hoe ik het heb gespeeld nu. Paddy, ik stond 3 turns geleden nog gewoon stijf bovenaan. Stijf, ja. Hey, more hidden blocks than anyone else. Ja, je mist waarom was dat dan geen ster, hè? Waarom was dat geen ster, hè? Kutdood.